Je hebt geen geld nodig om mensen te helpen aan een stuk grond. Het gaat economisch niet zo goed in het land, maar wij als regering maken moeite zodat iedereen een stuk grond kan krijgen. Dit zei vicepresident Ronnie Brunswijk gisteren bij de uitreiking van 50 grondbeschikkingen te Groningen in het district Saramaka. President Chandrika Prasad Santokhi reikte de documenten uit aan de bewoners. Brunswijk zegt dat het inefficiënte beleid aangepast moet worden om een ieder tegemoet te komen. De situatie in het land, de economische situatie, maar waaraan wij geen geld voor nodig hebben, alleen organisatie, is dat geen vang aan, front aan de bevolking. De bevolking zit al zo lang te wachten. We hoeven het buitenland niet te vragen om een stukje per se te geven aan ons eigen mensen. Daarom wil ik dit zeggen. Dat het beleid van de regering, we zijn bezig al een jaar te evalueren. En hier en daar waar de economische situatie zo heel slecht is, moet je geld hebben om te herstellen. Maar om een stuk grond aan de Surinamers te geven, heb je geen geld nodig. Daarom gaan wij als regering ervoor zorgen dat het beleid aan het uitgeven van grond, ik en de president, we houden het vinger op de pols. De vicepresident zegt verder dat de autoriteiten weten dat de samenleving het wachten beu is. Minister Dinota Forsweek van Grondbeleid en Bosbeheer verzocht de bewoners die in aanmerking zijn gekomen voor een beschikking hun documenten zo snel als mogelijk in orde te maken. De president benadrukte in zijn toespraak dat het een kwalijke zaak is dat personen geen zekerheid hebben als zij hun grond willen bewerken.